Wouter, de jongste aanwinsten van RBC, hebben de wedstrijd in gang gezet. En Vos probeert Ebu Sila te bereiken. Sila die indruk maakte in zijn eerste optreden tegen Zwolle. En zijn roem is hem zodanig vooruitgesteld dat hij al is opgeroepen voor zijn nationale ploeg, voor Gambia. Maar hij heeft die oproep naast zich neergelegd om vandaag mee te kunnen spelen met zijn nieuwe club. Met de Roosendaalse boys-combinatie tegen Heerenveen. En het is Heerenveen dat al een eerste corner mag gaan nemen in de eerste minuut. Het zonnetje schijnt weldadig, maar keeper Aerts heeft het geluk dat hij nu niet tegen de zon inkijkt bij deze hoekschop. En bovendien werd het werk al voor hem opgeknapt door een ander. Balbezit Wouter. Sila is de eenzame man voorin en die wordt nog gevonden ook. Maar die verliest onmiddellijk de bal. Hansma verliest het duel. Heijen, opening op Henk Vos. Sila. Fleur. En Vos en de goal! 1 minuut 35 seconden. Het is Henk Vos. In zijn 399ste wedstrijd als prof verschalkt hij Hans Vonk met een prachtige kopstoot. Ebbingen. Samardzic. Jensen. Te makkelijk van de bal laten zetten door Jensen. En dan wordt Vos onderuit gekegeld door Ebbingen. Is er een kreet van pijn van Vos? En is er Ebbingen die de bui wel voelt hangen? Geel voor de verdediger van Heerenveen. Vos. Wouter. Contra. Arjan Ebbingen. Wouter is er langs. Maar zijn voorzet komt niet langs de Nooier. Wouter. Als eerst opgekrabbeld. Vonk kan er vanaf blijven. Hansma. Denneboom loopt tegen Nascimento op, die zo slim is om daar te gaan staan waar Denneboom er het meeste last van heeft. Het is de slimheid die met de jaren komt. Wouter. En geschoten door Wouter. Hij had kunnen afleggen op Vos, maar ging voor zijn eigen succes. En daar viel toch ook veel voor te zeggen. De Nooier durft hem niet vast te pakken. Vonk staat hem ietsje voor zijn doel, maar kan de bal nog grijpen. Radomski. Nurmela. Dat is een bal waar Nurmela wat aan heeft. De vierde corner in deze wedstrijd voor Heerenveen van Samardzic. Aerts moet zich erbij bemoeien, maar deed dat wat langmoedig, waardoor Hansson kon koppen. Vervolgens het schot van Nurmela en geen reden voor Aerts om berouw te hebben van zijn zonde. Hier blijft de keeper staan, dat moet hij ook wel doen, maar hier moet hij er sneller uitkomen. Hansson krijgt dan de kopkans, maar is niet trefzeker en dat geldt in grotere mate ook voor Nurmela. Die de dakrand van de tribune raakte. Vos profiteert van Wouter die een kopduel won. En dat is nieuws. Maar verspeelt onmiddellijk de bal. En dat is dan weer zonde. Ebbingen. Niet zuiver gespeeld op de Nooier. De Nooier maakt er nog het beste van. Bakati, Nurmela. Tot daar mag Heerenveen komen. Dan worden de ruimtes klein en dan is het balbezit gauw geleden. En kan RBC loeren op de counter met Wouter. En hij prikt hem erin. Nordin Wouter speelde met Ajax in de finale van de Europa Cup tegen Juventus. Is neergestreken in Roosendaal en scoort in Roosendaal. Nurmela. Bakati. Nurmela is er langs. Belangrijk moment voor Heerenveen. Een aansluitingstreffer is wat men nodig heeft nog voor de rust. Maar Heerenveen
krijgt hij natuurlijk niet helemaal op een presenteerblaadje. Er wordt verzet geboden door Keller hier. Samardzic met alweer de zesde corner. Aerts, grabbelen. Maar met veel durf dan zijn fout herstellen. Bakati. Hansson. Verraste Olise. Maar de schrik was niet al te groot. Fleur. De Nooier. De bal valt voor de voeten van Boter. Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de voormalige Ajaxiet. Silla, Boter. En Heerenveen ontkomt. Of moet je zeggen ontsnapt. Vos. Drie man van RBC voorin, waaronder dus Wouter. Vier man van Heerenveen moeten verdedigen tegen drie aanvallers. Silla! Zo moest het wel, ja. Bakati. Hansson. Terug naar Bakati. Jensen. Denneboom. Ja, het is allemaal goed geluk. Maar tot geluk van Heerenveen komt de bal voor de voet van Jensen. En die kan afdrukken. Dit is de Zweed Abgar Barsom. Vrijdag door Heerenveen gecontracteerd. En andermaal een bewijs van het feit dat de provincie Scandinavië het achterland van Heerenveen is. Hansma. Nurmela van de bal gehouden door Fleur. Silla. Vos. Gunt de bal aan Keller. Ja, Vos rekende op die voorzet en wilde er wat van pogen te maken. En dat is een hele goede poging. Bovendien van Vos. Twee man bespringen Nascimento en hij krijgt niet eens een vrije schop, de Portugees. Vos. Voordeel liggen we toegepast, laten we het zomaar uitleggen. En daar is Silla. Hegeman. Denneboom. Talan, maar niet op maat bediend. De Nooier. Hegeman. Dat zijn lekkere ballen voor een keeper. Daar kun je er niet genoeg van krijgen. Wouter. Pikt de bal af van Radomski. En dan weet Wouter Silla te vinden. Moet het hier 3-0 worden? En daar is de zaak beklonken. De doelpuntenmaker Ebu Silla, die eigenlijk met Gambia had moeten spelen dit weekend, maar RBC verkoos. En ook RBC is daar nu zeer dankbaar om, want het is Silla die hier voor 3-0 zorgt. Fleur. Nummela raakt de bal, Bakati verspeelt hem aan Silla, komt nummer 4 hier aan. Wouter, maar die laat die kans glippen. Barsom levert andermaal in. Tininho. Bij de tweede paal staat Vos te wachten. En daar komt Vos. En een soort van Braziliaanse truc. En nog steeds het balbezit voor Vos. Dan was het nu wel buitenspel voor Silla. En komt aan de Leidensweg van Heerenveen hier voor even einde. Nurmela. Kopbal van Denneboom. Eigenlijk was dit het beste moment na de rust van Heerenveen. Alle drie de voorwaartsen van RBC hebben al gescoord. Ze hebben hun werk dus meer dan gedaan. De maker van 2-0 staat zijn plaats af aan Geert den Ouden. Wouter gaat. En Den Oude, een van de topscorers vorig seizoen in de Eerste Divisie, lost hem af. En voor Wouter is de dag al meer dan geslaagd.
is een overtreding. Met twee benen het duel aangegaan door Fleur. Heerenveen heeft nog een stief kwartier. Een minuut of 17. Als Nieuwenaar deze vrije schop neemt. En van dichtbij is daar een kansje voor Jensen. En dichter bij een goal is Heerenveen na de rust niet geweest. Hansson. Voor de goal Talan. En die heeft hem voor het intikken. Maar dan moet je dat nog wel doen. Parson. Niets lukt bij Heerenveen, zelfs dit niet. En het was zo simpel. Het leek zo simpel. Tininho, Vos. De ruimte ligt aan de rechterkant. Vos gaat helemaal zelf. Tininho heeft die ruimte rechts opgevuld. En wordt er nog geschoten ook? Ja, dat wel, maar niet raak. Tininho, er is nog tijd voor één laatste aanval van Heerenveen. Den Ouden. Maar hij heeft mededogen met Heerenveen. Dat al voldoende met de billen op de blaren zit. Het begon al in de tweede minuut met die treffer van Vos. Het kwam nooit meer goed met Heerenveen en met het elftal van Foppe de Haan. Zijn ingrepen halverwege ten spijt is Heerenveen hier vernederd door RBC. Dat met 3-0 wint van de Friesen.